In deze video vertelt Magali over haar bevalling in een bevalcentrum. Mijn bevalling is begonnen 1 dag na de uitgerekende datum. Ik had toen een afspraak bij mijn verloskundige. En ik had al best wel een aantal dagen last van harde buiken en oefenweeën. En ik zei tegen haar van, goh, kan je mij niet strippen? Ik had dat helemaal voorbereid. Ik dacht, ik ga vragen of ze mij kan strippen. En als ze strippen is dat ze eigenlijk een beetje met de vingers de vliezen gaan losmaken. Niet breken, maar een beetje losmaken. Dat kan vaak helpen om de bevalling een beetje op gang te brengen. Maar mijn verloskundige zei tegen mij van, nou, dat doen we pas normaliter vanaf 41 weken. Maar ik zei, ik ben er echt heel erg klaar mee. En toen zei ze gelukkig van, nou, ik kijk wel even hoe ver je bent. En dan bepaal ik of we dat wel of niet voor je kunnen doen. En toen ging ze even kijken. En toen zag ze dat ik al 3 centimeter ontsluiting had. Dus dat was een winst. En toen heeft ze me gestript. En toen ben ik naar huis gegaan daarna. En eigenlijk vanaf het moment dat ik thuis was, had ik gewoon kramp. Waarvan ik in eerste instantie dacht, ja, ik ben net gestript, natuurlijk heb ik kramp, dat doet gewoon zeer. Maar na denk ik 1 uur of 1,5 uur, toen dacht ik, deze krampen houden toch wel heel erg aan. Had ik toch meer het idee van, nou, zou het dan toch begonnen zijn? En op dat moment, toen ik echt merkte dat het om de paar minuten kwam en dat het echt aanzwelde en weer een soort van afzwakte. Toen ben ik de weeëntimer erbij gaan pakken en toen ik zag dat het regelmatig was, had ik wel zoiets van, nou ja, dit is wel echt nu. Het echte werk. Kon ik de wee goed opvangen? Ja, ik vind het op zich van wel. Op zich is het ook allemaal heel snel gegaan. En echt tot 8 centimeter ontsluiting dacht ik van, nou, dit kan ik wel volhouden. Ze kwamen wel om de minuut. Dat is bij mij eigenlijk continu zo geweest. Dus het was niet officieel een weestorm, maar ik vond het wel echt heel pittig dat ik geen tijd had om bij te komen. Maar als ik op terugkijk, denk ik van, nou, ik had niet verwacht dat ik ze zo goed had kunnen opvangen. Als pijnbestrijding heb ik uiteindelijk lachgas gehad. Dit had ik ook wel van tevoren aangegeven van, als ik pijnbestrijding moet hebben, dan wil ik graag lachgas. Tijdens de bevalling kwam er een punt dat ik dacht, ik trek het niet meer. En toen heb ik om lachgas gevraagd, waar ze op eerste instantie een beetje deden van, hoeft niet, je bent al zo ver, het lukt wel zonder. En toen heb ik gezegd, nee, ik wil echt lachgas, nu. Toen hebben ze dat gedaan en dat was heel prettig. Ja, ik heb verschillende bevalhoudingen geprobeerd. Ik ben in eerste instantie begonnen toen ik in het bevalcentrum aankwam door in het bad te gaan liggen. Dat wilde ik graag omdat ik thuis al onder de douche had gestaan en het warme water was gewoon heel prettig. Dus ik had al gezegd van tevoren, nou, ik wil graag in dat bad gaan liggen. En dat hadden ze al voor me klaargezet, hoe fijn. En dan lig je natuurlijk soort van in dat bad tijdens het opvangen van de weeën. En toen ik eenmaal mocht persen, toen ben ik uit bad gehaald en heb ik het ook op mijn zij geprobeerd. Maar uiteindelijk moest ik een CTG-band om mijn buik om de hartslag te monitoren van de kleine. En daarom moest ik op mijn rug bevallen, anders konden ze het niet goed monitoren. Nou, ik vond oprecht persen het allerzwaarste van die hele bevalling. Ik heb me daar echt op verkeken. Ik vind het echt, ik vond het een bevalling sowieso een marathon aan zich, maar dat persen, ik had echt niet verwacht dat het zo hard werken was. Ik had verwacht dat ik veel meer mijn lichaam daarin kon volgen. En ik moest echt heel hard werken. Het heeft ook wel lang geduurd bij mij. Ik denk een beetje het maximale volgens mij van wat mag, 1,5 uur. Omdat het gewoon heel traag ging. En elke keer dacht ik, het lukt me gewoon niet, het lukt me niet, het lukt me niet. Uiteindelijk is het gelukkig wel gelukt, maar het heeft wel heel lang geduurd. En ja, ik vond het oprecht echt heel erg zwaar. Toen de baby net was geboren, was ik echt totaal in shock. Ik had gehoopt dat ik helemaal emotioneel zou worden en helemaal overladen met liefde. Maar ja, wat ik vooral ervaarde was gewoon een soort van shock en ook wel een opluchting van, ah, daar is hij dan eindelijk. En na 1,5 uur keihard werken heb ik het voor elkaar gekregen. Dus daar was ik heel blij om. En ik was natuurlijk heel blij dat hij er was, maar ik was toch ook wel met name
in shock dat hij er was. Maar hij deed het meteen heel goed. En hij werd meteen op mijn borst gelegd. Dus dat was allemaal heel prettig. Maar ik moest wel een beetje wennen. Nou ja, mijn vriend die reageerde vlak na de bevalling eigenlijk ook een beetje in shock. Maar ook wel, ja, ik zag gewoon dat hij heel erg trots was op mij. En heel erg trots op dat mensje wat we hadden gemaakt. En ja, het was voor hem natuurlijk ook een hele rollercoaster, zo'n bevalling. Maar hij deed het wel echt heel goed. En ja, hij was heel erg emotioneel meteen en vertederd. Eigenlijk die emoties die bij mij niet meteen op gang kwamen, die had hij eigenlijk wel vrij snel. En ook denk ik omdat hij vooral heel erg trots was. Dus ik denk een half uur na de geboorte of zo mocht hij ook bij hem, mochten ze lekker bijbelen met elkaar. En nou, dat was wel heel, hij vond het heel bijzonder. De eerste uren na de bevalling zijn we in het bevalcentrum gebleven. We werden echt super goed verzorgd. Ik had gelukkig weinig kleerscheuren, zal ik maar zeggen. Dus ik had één hechtinkje, maar dat werd gezet en daar voelde ik eigenlijk op dat moment helemaal niets van. En we kregen vlak daarna, kwam er echt een heel plateau binnen met een beetje met een flesje champagne en allemaal boterhammen en beleg en croissantjes. Nou, allemaal lekkere dingen om nou ja, ons te feliciteren en dat we ook een beetje konden landen daar. En nadat we dat wat hadden gedronken en wat hadden gegeten, moest ik even douchen. Of mocht ik even douchen. Ook omdat ze mij wilde laten plassen. Maar dat durfde ik eigenlijk niet zo goed aan. Dus toen zei ze van, nou ga maar onder de douche staan en dan kijken of het dan lukt. Ik had namelijk tijdens de bevalling een katheter gehad, omdat mijn blaas te vol zat. Dus dan is dat wel even spannend daarna. Nou ja, nou, überhaupt voel je eigenlijk heel veel en tegelijkertijd niets daar beneden. Dus het was wel even spannend. Maar ik ben toen met de kraamverzorgende gaan douchen en zij heeft me geholpen. En dat ging eigenlijk allemaal prima. Niet gelukt om te plassen. Maar goed, ik voelde me eigenlijk wonderbaarlijk best wel fit. Maar dat is denk ik ook voornamelijk de adrenaline stoot die je dan hebt. Mijn vriend die zakte helemaal in na de geboorte eigenlijk. En ik dacht, nou, ik voel me eigenlijk best wel prima. En lekker douchen, me aangekleed, wat eten, wat drinken. Veel lekker met de baby knuffelen. En ja, natuurlijk komen ze hem dan ook wegen. En komen ze de APGAR score doen. En, dus er gebeurt een heleboel en ja, ik voelde me eigenlijk prima. En nadat ik gedoucht had en aangekleed was, toen vroeg ze aan ons van, nou, willen jullie hier nog even blijven slapen? Ik kon dan even daar slapen, maar er was geen bed van mijn vriend, dus dan had hij in de stoel moeten blijven zitten. En ik voelde me eigenlijk prima en hij was echt helemaal kapot. Dus ik zei, nou ja, laat ons maar gewoon naar huis gaan dan, als dat de andere optie is. Want dan kan hij in ieder geval slapen. Dus ik denk dat, ik ben om 12:30 s'nachts bevallen en om, nou, ik denk een uurtje of 4:00, 4:30 ochtends zijn we naar huis gestuurd. Ja, dat was ook eigenlijk prima op dat moment.